van Sinterklaas. Is dat zo? De boom. Ja. Dat is mooi. En de fietsen die wonen daar ook. Papa, Sinterklaas gaat niet alsjeblieft bij ons komen alsjeblieft. Oh, ik weet niet of dat zo. Dan moet je vragen. Moet je hem wel komen? Ja. Ik ga papa even bellen met het kantoor van Sinterklaas, kijken of Sinterklaas over een uurtje bij ons kan zijn. Ja? Ja. Met Stichting Sinterklaas in Berg, met Anita spreekt u. Goedemiddag. Hallo, met Danny Kruisma. Hey Danny. Ik had een vraag, zou Sinterklaas misschien over een uur bij ons kunnen komen? Dat zouden de kinderen heel leuk vinden. Over een uurtje. Nou, dat is wel heel erg snel. Ik weet niet of dat lukt. Ik moet heel even kijken voor je. Sinterklaas ligt momenteel in bed en ik weet niet. Ja, dan zou hij wakker gemaakt moeten worden. Sinterklaas ligt te slapen. Oeh. Ik zie, het lukt wel over een uur. Maar dan moet ik hem even wakker laten maken. Momentje. We gaan kijken of dat gaat lukken. Ik wacht hier. Piet Carlo! Anita? Zou jij misschien Sinterklaas wakker willen maken? Ik heb de familie Krijgsman aan de lijn gehad en die willen heel graag een bezoek. Maar die willen dat over een uurtje al. Dus over een uurtje? Ja. En ik heb het Sinterklaas ook gezegd. Ja, maar ja, hij kan niet anders en we willen toch graag dat Sinterklaas ook naar die familie gaat. Dus als je ik zal hem proberen wakker te krijgen. Graag. Ik ga het goed doen hoor. Oké. Danny? Nou, het gaat lukken. Piet Carlo rent even naar boven, gaat Sinterklaas wakker maken. En dan zijn we ongeveer met een uurtje bij jullie. Ja, het kan? Ja. Oh, hartstikke fijn. Dus Sinterklaas komt over een uur bij ons? Nou, heel fijn dat jullie dan zo snel konden regelen. Yes! Graag gedaan en heel veel plezier vanavond. Groetjes, doeg! Oh, hey, hallo. Ja, ik ben gevraagd voor Sinterklaas om de pakken te wassen, te strijken. En alle pietenpakjes natuurlijk schoon te maken. En als er een gat in hebben zitten, om ook even weer te maken. Francis, we moeten afschieten. Sinterklaas heeft zijn pak nodig. Oh, ja, oké, okay, kom. Kom. Sinterklaas, Sinterklaas. Sinterklaas. Ja, Carlo. Wat is er, Carlo? We moeten op huisbezoek. Nu? We moeten op huisbezoek. Over een uurtje moeten we er zijn. Oh. Ze hebben gebeld. Ik sliep zo vast, Carlo. Sinterklaas. Dan moet ik even opstaan. Opstaan. Kom. Ja. Mevrouw Francis! Zeg even op, Sinterklaas. Ja, als je wil. Mevrouw Francis! Ja, Sinterklaas. Zo, eerst even mijn pantoffels aan. Zo. We moeten op huisbezoek en dan moeten we wel even aangekleed worden. Nou, kijk eens. Zo. Nou, mantel. Lukt het, Sinterklaas? Ja hoor. Dankjewel, Carlo, dat je zo verzorgd bent. Hé, ik sliep zo lekker. Ja, Sinterklaas, ik kan er ook iets aan doen. Een middagdeutje. Doet de mens toch goed, hè? Zo. Nou, zit hij goed, Sinterklaas? Ja. Nou, kijk eens. Zo. Zal ik eerst even mijn muiter aan doen. En je bril. En mijn bril opzetten. Zo. Zo, handschoenen. Krijgt u nog koud? Ja, het is koud buiten. Ja. Dat zijn we niet dus gewend. Niet het weer van Spanje, Carlo. Nee, dat kunnen we zeggen. Zo. Zo, alles? Ja, dan gaan we maar en dan kan ik beneden mijn schoenen aandoen. Ik pak de pijn van Peter Noor.
C, D, E, F, G. H, I, E, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W. X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G. H, I, E, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W. X, Y, Z. Zingen wel heel mooi hoor, dat vind ik heel fijn. En misschien dat we dan ergens kunnen zitten dan. Ja, kan ik papa en mama ook nog een hand geven? Ach, hallo Sinterklaas. Ik ken het niet, hè. Ben je daar of daar? Leuk dat we nog even hier kunnen zijn. Dan zal ik even in mijn grote boek kijken. Wat ik er allemaal in heb staan. En dan Rochelle. Ja. 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 Van jou staat erin dat je eigenlijk heel graag danst, ja, en daar heel goed je best mee doet. Ja. En Sanne, nou toen ik dat las in mijn boek, dan dacht ik, en Piet had het opgeschreven, maar Sanne is toch een jongen? Nee, een meisje. Een meisje, ja, maar jij speelt voetbal. Ja. Ja. En meestal zijn dat jongens die voetballen. Ik zit jongens voetballen ook een meisje, maar ik zit wel in een meisjesteam. In een meisjesteam? Nou, ik vind het heel mooi dat meisjes voetballen. Ah, zijn ze dan heel sportief bezig. En ik vind het gewoon leuk dat er gewoon veel meer meiden voetballen. Want je weet dat Sinterklaas vroeger ook heeft gevoetbald, hè? Ja. Ja. En nog wel bij de koninklijke. Ja. Maar daar wil ik het nu na dit weekend eigenlijk maar niet meer over hebben. Okay. En dan Noah. Ja. En je bent pas met iets nieuws begonnen, lees ik. Met trompet. Met trompet? Ja. Nou, je moet eigenlijk nog met de trompet beginnen, maar met de muziekkids, hè? Ja. En wel heel erg jong om al op trompet te spelen. Ja. Maar ik heb het begrepen van mensen uit de buurt. Die zei van, als papa trompet speelt, is het niet mooi. Maar als Noah doet, dan komen er tenminste mooie klanken uit. Dat dadelijk de harmonie blij is dat jij daarbij gaat spelen. Zo. Ja, en dan heb ik van de pakjes Piet. Die heeft nog een paar pakjes in de garage neergezet. Maar wij moeten dadelijk verder naar heel veel andere kindjes. Ja. Ja, en dan zou ik zeggen, maak dadelijk de pakjes open. En als wij weg zijn, dan pakken papa en mama de andere pakjes. Ja, en dan ga je die om de beurt openmaken. Oké, dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.
STUVW. Tot ziens en nog een prettige avond. ABCDEFG AIEK LMNOP QRSTUVW XYZ. Thank you.